Officieel ga ik op YouTube echt precies om 9:30 live. Of ja, 9:30. Dus ik ga even kijken of dat nu helemaal goed gaat. Daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. En dan hoop ik dat alles goed gaat. Ik ga mezelf even opzoeken. Nou, ik geloof dat het werkt. Goedemorgen. Nou, Facebook is er in ieder geval. Goedemorgen allemaal. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Goedemorgen. Nou hoop ik dat YouTube ook goed gaat. En dan ben ik tevreden. Goedemorgen Willy. Goedemorgen Marion. Nou, welkom. Leuk, spannend. Ik wacht nog heel eventjes kijken of YouTube ook goed gaat. En dan gaan we lekker van start. Het lijkt hier een beetje donker, maar ik had net de lamp boven mij aangezet. En toen weerspiegelde enorm het folie van het foil. Dus ik ga even kijken. Als het te donker is, zet ik mijn lamp aan. Maar volgens mij is het fijner kijken zo dan de schittering van het plastic. Al gaat het plastic zo meteen weg, dus we gaan even kijken. Ik kan nog een lamp aanzetten. Het is nog een beetje donker. Goedemorgen. Nou, dat heb ik ook op YouTube mensen. Dus Ellen, Linda, Alexandra en Ellen. Gaat goed, gelukkig, dankjewel. Dankjewel ook even voor het controleren. Facebook gaat prima, zag ik al, dankjewel. Lief dat jullie even meekijken. Toppie. Nou, dan gaan we lekker starten. Ik ben altijd blij als alles maar draait. Weet je, dat is altijd dat ik denk. Oef. En ik ben een beetje warm aangekleed. Normaal heb ik een houtkachel naast mij, maar die wordt vanavond verplaatst. Ik krijg een andere houtkachel hier. Dus ik kon de houtkachel vandaag niet aanzetten. Dus ik heb een lekkere warme vest aangetrokken. Dus ik heb het nog een beetje koud. Toppie, goed dat het alle twee draait. Snel ook, dankjewel voor het kijken. Nou, ik ben ook goed verstaanbaar. Dan gaan we lekker van start. Vandaag gaan we iets leuks doen. Vandaag gaan we vergulden, verzilveren, hoe je het ook noemen wilt. Ik wil wel eventjes daar een aantal dingetjes, voordat ik daarmee begin, eventjes melden. Want normaal gesproken, als je met bladgoud of met bladzilver gaat werken, dan adviseren ze altijd, vanuit vroeger, met kleuren te werken. Omdat de kleuren dan vaak het mooist en het warmst overkomen. Ik heb daarvan een voorbeeldje gemaakt. Dit is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Ze adviseren als je met goud gaat werken, dat je met een bridge gaat werken. Een bridge kleur, zeg maar. Brick heet het officieel. Dat maakt het dat het warm van het goud wat meer naar boven komt. Als je met koper gaat werken, dan adviseren ze een soort gelijkachtige kleur. Deze heet burgundy. Maar dat maakt het ook, dan komt de kleur van het koper of het goud wat warmer naar boven. En met zilver adviseren ze je met een grijs of met een donkerblauwe kleur te werken. Ik heb Midnight Blue als voorbeeld. Dat is iets wat vanuit vroeger komt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het mooiste vind op het zwart. Dus de modernere techniek. Het kan op alle ondergronden. Maar waarom zeggen ze blauw bij zilver? Omdat zilver dan mooier uitkomt. Omdat dat qua blauw, qua kleur mooier overeenkomt. En dat heb je dus ook met die rood tinten met goud en koper. Daar is wat van te vinden. Dat is ook wel zo. Ik bedoel, dat hebben ze niks voor niks bedacht. Die heb je ook als voorbeeld. En maar hier heb ik hem zelfde gemaakt in het goud. Ik vind het zelf, of met zwart. Ik vind het zelf wel mooi en chic. Maar weet je, het is ook wel weer persoonlijk. Ik ga denk ik toch zo meteen even mijn lamp aanzetten. Mijn collega heeft nog een mooi voorbeeld gemaakt met de originele kleuren. Hier heeft ze bijvoorbeeld touw gebruikt met het folie. Ik ga het je straks allemaal laten zien hoor. Hier heeft ze ook met een hartje erop geplakt. Het zijn eigenlijk gewoon lucifersdoosjes, hè, dit. En hier heeft ze nog een heel leuk doosje gemaakt met een lijmpistool. En zo kun je ook dat goud erop maken, hè? Dus, en hier heeft ze nog met het kantjes gedaan. Wat ik vandaag ga doen met jullie is stap voor stap. Ik ga werken met een stencil. Ik ga werken op chipboard. En ik ga werken met een lijmpistool. Dat zijn de drie voorbeelden wat ik wil laten zien. Er zijn ook in totaal drie kleurtjes verkrijgbaar: goud, koper, zilver. En mocht je het nu al leuk lijken, deel dan even die video. Want ik mag er een goud, een koper en een zilveren uitzending. Mag ik deze live weggeven? Dus lijkt je het leuk, dan als je de video deelt, zet er even als omschrijving bij wat je ermee gaat doen. Dat vind ik zelf altijd leuk. Daar krijgen we ook zelf altijd weer leuke ideeën van. Zet dat er eventjes bij. Deel hem ook openbaar. Ik ga even kijken of de chat gaat ook nog allemaal goed, hè? Ik moet allemaal een beetje in de gaten houden. Stotter is weer weg, Thea. Had je last van geen goed geluid? Oh, op YouTube stotter je. Dat gaat nu gelukkig goed, begrijp ik. Goedemorgen. Eindelijk weer tijd om mee te kijken.
Facebook blijft hangen, dus je gaat naar YouTube, Carina. Want ja, nou ja, de een heeft dus blijkbaar storing een beetje met, met YouTube en de ander juist op Facebook. Nou, ik hoop dat het iedereen lukt nu. En dat iedereen mee kan kijken. Goedemorgen, Tineke, welkom. Goedemorgen, Ria. Nou, we gaan lekker met bladgoud aan het werk. Goedemorgen, Moppie. Hé, hey, Astrid, je hebt een andere profielfoto. Dat ik denk, Moppie, maar Astrid, jij bent het. Leuk, ja, toppie. Nou, goed, dan gaan we lekker starten. Ik ga eerst eventjes kijken voor het licht. Want ik ga deze meteen wegdoen, maar nu schitterde mijn folie. Maar ik denk wel dat het zo, boem. Ik ben ook volledig even in het licht. Ik moet ook even bijkomen. Even spieken. We gaan beginnen met het koper. En dan ga ik beginnen met het stencil. Ik heb wel een beetje voorbereid voor jullie. We gaan dus beginnen met in dit geval het hartje. Of de kerstboom. Ik had het kerstboompje had ik voorbereid, want dat is het stencil waar we vorige week heb ik laten zien, hè, met stencil vorige week met de dotten. En daar liet ik ook de kerstboomstencil zien. Alleen die was na de live uitzending uitverkocht, dus die komt aan het einde 4 december wordt hij weer binnen verwacht. Dus wil je deze nog in het bezit hebben, want hij ging heel erg hard. Je kunt hem wel op pre-order neerzetten, dus je kunt hem wel in je winkelmandje plaatsen op het moment dat hij dan binnenkomt. Dan krijg je daar melding van. Maar vandaag ga ik dan maar lekker aan het werk met een hartje. Want ik denk dat is neutraal. Dat kan altijd. Kun je ook voor kerst gebruiken natuurlijk. Maar hartjes kun je ook heel leuk voor beterschap of verjaardagen gebruiken. Ik heb een kant-en-klaar doosje gebruikt. Die koop je eigenlijk wit. Het zijn eigenlijk lucifers doosjes, maar dan in het groot. Die heb ik geschilderd. Die kun je dus op elke kleur schilderen. Hier heb ik hem dus in dat brik gedaan kleurtje. Wat officieel ook hoort bij bij deze techniek. Maar ik vind zelf het zwarte gewoon heel erg mooi. Dus daar ga ik vandaag ook lekker mee aan het werk. Het leuke is, je kunt er gewoon lekker snoepjes in kwijt, hè? Je begrijpt ook wel dat de hele zak voor een paar doosjes, dat ik nog heel veel over had. Dus ik ben het hele weekend al aan de chocola. Even spieken. De chat loopt vast. Goedemorgen. Ik had bedacht om het folie te doen op een stencil. Wat van de week gekocht. Nou, dat gaan we inderdaad als eerste doen. Je kunt met deze techniek natuurlijk op heel veel ondergronden werken. Het wordt ook op beton gebruikt, schilderijen, canvasdoeken. Je kunt het overal op gebruiken. Maar ik ben wat meer van de kaartenmaaktechniekjes. Dus ik wil het graag op cadeautjes, op dingetjes, op kaarten maken. Daar vind ik zelf het leukst voor. Maar je kunt er natuurlijk wel heel veel andere manieren mee doen, hè? Ik ga nog heel even kijken naar de chat. Ja, inderdaad, dat is de reden dat de koele kleuren mooier uitkomt met blauw en de warme kleuren weer mooier uitkomt bij het goud, Gerry. Absoluut, ja. Even kijken, YouTube bleef bij mij hangen via Chrome. Safari werkt gelukkig wel goed. Nou, gelukkig, dat is opgelost dan. Lekker bling bling, ja, dat sowieso bij mij altijd, Willa. Ik moet altijd wel een beetje opletten. Bij mij is het inderdaad gauw bling bling. Ik heb mijn doosje wel alvast voorverwerkt. Ik heb ze alvast zwart geschilderd. Dus daar kun je straks iets leuks of iets lekkers in doen. Doosjes gewoon helemaal verder ingeschilderd met zwarte. Ik heb trouwens gekozen voor gesso, zwarte gesso. Dekt verder prima. Kun je lekker mee aan het werk. En dan pak ik het stencil erbij. En dat stencil heeft verschillende. Ik maak even wat meer ruimte. Dit is trouwens met chipboard gedaan. Dat gaan we zo meteen ook doen. Dat is ook superleuk. Stencil. Nou, je kunt natuurlijk big kun je ook gebruiken. Moet je een beetje schuin doen, want hij is ietsjes groter. Kusjes zou je kunnen pakken. Dan pak je hem in de lengte, in de breedte. Ik vind hem leuker om zo te pakken. Dan heb ik iets meer oppervlakte. Wat dan wel even een dingetje is, dat je hem even vastplakt, hè? Dat je stencil wel goed op zijn plekje blijft liggen. Daar kun je gewoon tape voor pakken. En je moet hem even kijken dat je hem een beetje uitmeet, dat hij aan beide kanten even veel uitsteekt. Dan zit het te bedenken dat ik dat niet klaar heb liggen, maar ik hier nog wel washi tape heb liggen. De vorige keer heb ik dat ook al. Kijk, hier zit nog het bladgoud nog op. Plak dat even goed vast. Dat is even belangrijk dat je niet gaat dat hij niet gaat verschuiven. In ieder geval minimaal. Ik moet hem hier alweer ietsjes neerzetten dat ik hem recht heb. Je kunt beter maar een extra plakbandje erop doen dan dat hij gaat verschuiven. Dat is zonde. Ik gebruik natuurlijk dat doosje. Dus hij is bij mij sowieso dat hij natuurlijk bol is. Even kijken hoor. Doe maar huk. Ik heb behoefte aan. Ja, als er. Ah, je hebt weer, nu heb je weer je eigen profielfoto volgens mij.
Wacht op de mannen van de riolering, overstroming. Oh Marianne, wat erg. Oh, wat vreselijk voor je. Ik hoop dat ik een goede afleiding voor je ben. Ja, waar we mee gaan starten, jongens, is lijm. Je kunt wel verschillende lijmen gebruiken. Maar ik ben erachter gekomen dat ik dit toch echt wel de meest prettige lijm vind. Het is een flake lijm. Je moet je zo zien, het is zometeen een goudfolie. Die blijft erop plakken. En dit is een lijm die langdurig een plaklaagje overhoudt. Je kunt het ook met andere decoupageachtige lijmen wel gebruiken. Ik ga zometeen ook laten zien dat het ook gewoon met een heat tool kan. Of met een lijmpistool kan. Dus je kunt het wel met meerdere soorten lijmen gebruiken. Maar mijn ervaring is toch wel dat ik deze flake lijm, hij heet niks voor niks flake lijm, prettig vind omdat hij langdurig een soort kleeflaagje aanbrengt. Als je deze lijm aanbrengt, is die een beetje blauwig. En als dat blauwe naar transparant gaat, dan weet je dat je lijm droog is en dan optimaal kunt gebruiken, zeg maar, met de folie. Want die folie, wat ik zo meteen ga laten zien, dat zijn hele fragiel. Daar moet je echt wel voorzichtig mee doen. Blaadjes die je er overheen moet aanleggen en rustig moet behandelen. Dus ik vind zelf deze lijm het meest prettig. Er zit een tuutje aan. Ik leg daar even van een klein beetje op mijn craftsheet. Maar weet je, dat is iedereen hoe die dat wil doen. Ik had er al bewust even een naaldje, want mijn lijm, ik ben daar altijd heel slordig in. Verstoppen altijd snel. Ik heb Brit gebruikt, gaat ook goed. Ja, het gaat er inderdaad om dat je een plaklaagje creëert. En hoe je dat plaklaagje dan gaat bewerkstelligen, dat maakt inderdaad op zich nog niet eens zo heel veel uit. Brit heb ik dan nog niet gebruikt. Ik ga even kijken of ik dat dopje eraf haal. Dan doe ik er even zo wat uit. Je hebt in principe niet veel nodig hoor, van die lijm. Want ik heb ook maar een klein oppervlakte, dus ik doe het even op deze manier. En wat ik dan gebruik, dat vind ik zelf gewoon heel handig, is zo'n klein daubertje. Als je de lijm gebruikt hebt, doe dan even je dauber schoonmaken met warm water. Dan kun je hem daarna weer hergebruiken. Anders blijft je daubertje in dit geval plakken of wordt die hard van de lijm. Dus na gebruik gewoon even afspoelen. Dan blijven die daubertjes verder prima. Goed vasthouden. En dat hij niet gaat verschuiven, want dat is natuurlijk het leuke dat je symbool zo meteen ook echt een hartje gaat worden. En dan ga je hem eigenlijk insponsen. Ik zit trouwens ondertussen dat je denkt, wat zit ze toch links te kijken. Maar dat komt de chat is best druk. Ik wil even een link meteen doen naar Twitter. Oh, wat grappig. Oh ja, als jij hem deelt op via YouTube. Ja, daar moet ik nog eventjes in verdiepen hoe dat gaat met het delen van de YouTube video's. Ah, lieve Sanne, leuk dat je samen met Diana even gezellig kijkt. Nou, volgens mij gaat het goed, hè? Ik wou zeggen, als jullie vragen hebben ondertussen, stel ze vooral in de chat, hoor. Als ik het dan, ik lees het vaak altijd wel even terug. Goed vasthouden, daar gaat het om. En ik ga eigenlijk met mijn lijm, je ziet het eigenlijk al een beetje, ik weet niet of jullie dat ook zien, maar hij is een beetje blauwig. Dat zie je zo meteen op zwart wel heel goed. Zie je dat? En ik ga eigenlijk een beetje een soort sponsig idee, ga ik mijn schabloontje insmeren eigenlijk. Kijk, je hebt ook heel weinig lijm nodig, want je ziet al dat hij eigenlijk gelijk transparant wordt, want meer heeft hij niet nodig. Het gaat alleen maar om dat kleine kleeflaagje wat je aanbrengt met de lijm. En je sponst hem eigenlijk gewoon in, zodat je overal je lijm hebt, maar dat hoeft geen dichte laag te zijn. Ik heb juist liever dat het een wat dunnere laag is dan dat het een hele dikke laag is. Nou, volgens mij heb ik alles wel aardig. Ik pak nog een klein beetje lijm erbij. Nou, dat gaat op deze. Ik haal hem even voorzichtig. Ik pak nog een klein beetje lijm. Dat doe ik eventjes op deze manier voor jullie. Overtollige er even afhalen. Weer goed vastzetten je stencil en even insponsen. Kijk, ik wil je even goed laten zien dat als die nog niet droog is, dat die blauw is. Kun je dat zien? YouTube chat zit ervoor. Dat komt op twee beeldschermen. Wacht even. Nou, dat is voor jullie misschien lastiger te zien. Ik ga het even proberen een beetje in te zoomen. Want dat is wel interessant om even te zien. Kijk, dan zit er een soort blauwe gloed op. Dan is die nog vochtig. Zodra die echt transparant is, dan is die klaar voor gebruik. En dat is bij deze lijm echt heel snel. Maar zo is het misschien iets beter zichtbaar dat er een klein beetje, ik zal hem er even afhalen, blauwe gloed op zit. Nou, hier zie je het misschien nog een klein beetje. Zie je dat? Hier zit nog een klein beetje blauwe gloed. Hij moet eigenlijk een beetje zoals hier transparant worden. Dat is het mooiste. Ik zoom jullie weer even uit.
En dan gaan we beginnen met die folies. Als je die folies koopt, zitten 25 van die blaadjes in. En de verkoopprijs zit op 6,95. Dus het is ook echt nog wel te doen. 25 velletjes doe je echt ontzettend lang mee. Ik denk dat ik met al die voorbeelden misschien 3 blaadjes heb gebruikt. En het leuke is zo meteen, als we deze techniek gaan gebruiken, dan zul je zien dat we heel veel fladdertjes overhouden van dat goud. Dat moet je niet weggooien. Dat kun je namelijk zo meteen heel leuk gebruiken. Aan het einde heb ik als het goed is 3 kleurtjes, zowel koper, goud als zilver. En daarmee wil ik ook nog even laten zien dat je die restjes ook heel leuk kunt gebruiken om leuke achtergrondjes mee te maken. Dus dat moet je echt niet wegdoen. Dus alles heel zuinig bewaren. Nou, als je het uit de verpakking haalt, dan zie je vervolgens dit. En doe dit wel eventjes een beetje met beleid. Kijk, er zitten dus, zo ziet dat eruit. En elk velletje is apart verpakt. Dus je haalt hem rustig hierover uit. Dan heb je het velletje. Zie je dat? En daar moet je echt een beetje voorzichtig mee doen. Zo. Nou, de vorige keer heb ik altijd de bovenkant gebruikt. We gaan het even meemaken hoe we dat gaan doen. Het goud zie je niet echt goed een voor- of een achterkant. Je legt hem er eigenlijk als het ware op. En vanaf dit moment moet je eigenlijk niet meer gaan ademhalen. Want nu kun je hem eventjes rustig aan. Maar je zult zo meteen zien dat hij uit allerlei kleine losse onderdeeltjes gaat staan. En dan het dwarrelt dat overal heen. Normaliter adviseren mensen het met een kwast te doen. Ik was op de zaak. Ik zei, nou, ik doe het eigenlijk met mijn vingers. Maar dat heeft natuurlijk altijd een soort vetlaag in je vingers. En dat kan ten koste gaan van het resultaat. Dus ik vind het zelf het prettigst werken met vingers. Maar ze adviseren om een zachte kwast te gebruiken. En hem dan eigenlijk los te gaan halen. Kijk. En zo krijg je dus al die losse onderdeeltjes. Kijk, je kunt dit nog apart, zodat je grotere vlakjes hebt. Hè? Nee, je kunt hem ook anders indelen, dat je iets meer ruimte hebt. Ik laat het natuurlijk nu even grof zien voor de camera. Maar deze vlakjes kun je natuurlijk heel goed gewoon even apart weer netjes terugklappen in je velletje. Of in je waar die velletjes in zitten. Kijk, de vorige keer heb ik het gewoon geruld met mijn vingers. Dat vond ik zelf makkelijkste, maar doe het even met een kwast. Dat is wat. Kijk, en nu krijg je dus, als je dat met een kwastje dus netjes gaat doen. Ik ben altijd van het hup-hup snel snel, hè? Dus ik ben altijd geneigd om dat even met mijn handen te doen. Dan krijg je al die losse velletjes, dus al deze kleine sprietjes, die gaan overal en heen en weer dwarrelen. Die moet je even bewaren, dat is heel leuk. Want daarmee kunnen we straks een heel leuk, alle restjes gaan we gebruiken, laat ik het zo zeggen. Kijk, en zo zie je dat eigenlijk het folie blijft plakken op waar ik mijn lijm aangebracht heb. En op deze manier is heel leuk. Achtergronden kunt maken, maar dus ook perfect stencils kunt maken. En met een kwastje beschadig je dus niet het bladgoud. In dit geval het koper heb ik gebruikt. Maar ik deed het dus met mijn handen en ik was aan het praten met Elisa en ploep, alles dwarrelt heen en weer. Dus deze dingetjes zijn wel wat statischer. Maar zo ga je eigenlijk net zo lang door totdat je denkt, oh, zo is die goed. Nou ja, simpeler als dit kan het haast niet. Kijk, dus deze dingetjes, dat is even een beetje statisch. Niet schrikken, ik ga blazen. Kijk, en dan krijg je dus heel mooi dat goud. Oh, het blinkt ook erg met mijn spiegel, maar of met mijn lamp. Maar ik geloof wel dat het duidelijk is, hè? Het doet bijna pijn aan je ogen, hè? Ik zou bijna mijn lamp uit moeten zetten. Is het storend? Anders doe ik de lamp uit. Nee, Elke, dit is niet het foil wat van wauw. Dit is wel een ander principe. Nee, dus dit is echt voor zilver of goud. Je kunt wel die vleekjes inderdaad dus bewaren. Dus dit schuif ik nu eventjes naar deze kant toe. Hupsalakee, maar je ziet het al, het is heel erg statisch, dus het dwarrelt je wel alle kanten op. Nou, nu kun je het bijvoorbeeld leuk gaan versieren met, dat heb ik gedaan, met een leuk bijpassend kleurtje. Lint. Even kijken waar ik een schaar heb. Dat vind ik zelf altijd wel leuk, want dan kun je hem leuk afwerken. Ik doe dat vaak eventjes met een of met een lijmpistool of even met mijn turbo. Ik zet aan de achterkant dan eventjes een stukje waar ik mijn lijm vastzet met mijn lint. Dus hier zet ik mijn lint op en ik vind dit kleurtje er wel leuk bij passen. Zo. En dan zou ik hem zelfs wel twee
laagjes kunnen doen. Ik zet toch even alvast mijn lijmpistooltje aan. Dat werkt namelijk ietsje sneller. Die hebben we toch zo meteen nodig. Maar zo kun je dus heel makkelijk deze techniek toepassen. Ik vind het in ieder geval erg leuk om zo te gebruiken. Ik maak even een dubbele rand. Zet ik hem eventjes vast met mijn lijmpistool. Ik vind het toch leuk als je dan een soort geheel ziet, hè? Goedemorgen Marjan. Ik neem ondertussen eventjes een kopje thee. Of een slokje van mijn thee. Wat allemaal nog goed op Facebook ook, hè? Beetje laat, Lia. Geen probleem. Is het niet storend? Nee, oké. Okay. Nee, ik wou zeggen, ik bedenk me in één keer dat ik net een vraag gesteld had waar ik helemaal geen antwoord op geluisterd heb. Even kijken, zo. Zo zitten we weer een beetje in schema. Doosjes nu plat. Ja, inderdaad. We gaan hem inderdaad zo eventjes lastlijmen. Dat hij niet strak daar. Hij zit er heel super strak omheen, moet je maar denken. Even een dotje lijm erop. Ik wil sneller dan mijn lijmpistool, maar dat is over het algemeen bekend. Zo, deze knip ik er eventjes af. Draai hem om. Kijk, dan heb je al leuk. Nou kun je er eventueel nog een leuk touwtje omheen knopen. Ik heb van dat goud touw. Ik heb hier zoveel liggen. Zo, die knippen we ook nog even eromheen. Dat doen we even een leuk strikje. En dan heb je toch wel heel leuk, makkelijk en leuk een klein cadeautje waar je een snoepje of een... misschien geld in kan doen voor een verjaardag. Maar dit kan iedereen. Ik vind dat wel leuk als het een beetje speels is. Nou, je zou er nog een tekstje op kunnen maken of iets. Maar het gaat even om het idee. Kijk, je doet het doosje wat erbij hoort gewoon weer in. En dan heb je in een hele snelle techniek gewoon een leuk doosje om cadeau te geven. Het weerspiegelt echt enorm, maar het is echt een hele mooie, warme koperkleur. Ik probeer hem eventjes een beetje te spiegelen, dat jullie het goed zien hoe de techniek is. Maar dit kun je dus met elk stencil doen. Ik heb het dus met de kerstbomenstencil, wat ik vorige week had laten zien, heb ik het ook gedaan. En dan ziet het er zo uit. Dit is dan de goud variant en dit is de koper variant. Ik zet toch heel even die lamp uit. Ik denk dat het toch iets beter zichtbaar is qua kleur. Kijk, dit is de goud variant en dit is de... koper variant. Koper is net even iets warmer weer als die goudkleur. En dat is ook weer persoonlijk natuurlijk. Maria, wat was je vraag? Zou je ook met een lijmpen teksten kunnen schrijven met folie beplakken? Ja, zeker. Ik ga zo meteen ook werken met het lijmpistool. Het gaat erom dat de lijm moet dan niet helemaal droog meer zijn. Er moet toch een soort plaklaagje overblijven. Daar hecht die folie aan. En dan kun je zeker ook teksten schrijven. Ja hoor, ik doe het zo meteen ook met een lijmpistool. Dat is ook een hele leuke techniek. Dus je kunt het met meerdere lijmen doen. En als jij bijvoorbeeld met deze lijm eventueel ook, zou je ook nog even achtergronden of iets mee kunnen maken. Hè, zonder dat je een stencil gebruikt. Dus dat kan hoor, zeker. Ja, die koperkleur is ook mooi hè. Het is heel warm. Ja. Ja, ik vind het ook erg leuk. Nou, dan wil ik ook laten zien dat het ook heel leuk is op bijvoorbeeld chipboard. We hebben tegenwoordig chipboard in het assortiment. Daar kun je zelf mee stansen. Dat is makkelijk, want dan kun je je eigen stansjes uitstansen. Maar er bestaat ook kant-en-klaar chipboard van verschillende merken en verschillende soorten. Ik heb hier bijvoorbeeld een kerstboompje en ik heb hier het engeltje. En ik heb hier dus ook die tandwieltjes. En ik wou jullie toch wel graag die tandwielen laten zien, omdat het wel een heel leuk... ik ga even kijken waar die chat van YouTube even neerzet, jongens. Want ik vind het toch fijn als ik even zie wat jullie zien. Ik probeer het even iets kleiner te maken voor mezelf. Zo. Je ziet, daar heb je weer te maken met die weerspiegeling. Ik haal even open, maar deze is van Pronti. En die heeft dus die tandwielen. En die tandwielen wou ik juist laten zien. Waarom? Omdat het ook zo heel makkelijk een stoer mannencadeautje kan maken. Ik vond dit een ontzettend leuk stencil. Ik heb hem als voorbeeld ook al gemaakt voor jullie. Kijk, dat heb ik zo gedaan. En dan heb ik ook gewoon die tandwieltjes opgeplakt. Wat lint eromheen gewikkeld. En zo heb je toch een ontzettend leuk cadeautje waar je bijvoorbeeld geld in kan doen. Ik heb er in dit geval snoepjes in gedaan. Maar dan maak je ook eens een keer een mannelijk iets. Kun je ook voor vrouwen doen natuurlijk. Maar ik vind het wel stoer. Tekstje erbij. En dan is die gewoon af. En eigenlijk is dit ook niet moeilijk. En dat ga ik dan weer even doen met het goud. En dat goud, dat heb ik hier al liggen.
Zo. Dus dat ziet er hetzelfde uit, hè? Alleen zit hier dus nu de goudvelletjes in. Dus ik leg mijn koper leg ik eventjes hier neer. En dan gaan we nu met het aan het goud aan het werk. Wat vroeg Astrid zich ook al af? Nee, dat moet je niet doen. Ja, Versmark zit op zich wel een plaklaagje aan. Zou je moeten proberen. Ik ga het zo proberen. Ik ga zo even Versamark pakken. Zou ik het even proberen? Mijn eerste reactie is nee. Maar nu denk ik, ja, het is eigenlijk wel een plaklaagje. Dus ik ga het zo meteen. Ik ga even zoeken waar ik mijn Versamark heb. En dan ga ik het even met jullie proberen. Goed? Als we met die tandwieltjes aan de gang gaan, gaan we eigenlijk hetzelfde doen wat we net ook gedaan hebben. We pakken die lijm. Kijk, hier ligt nog bijvoorbeeld een beetje lijm op mijn bord. Zie je dat? Dan blijft die lijm daar ook op plakken. Dus die flakes die plakken daar ook gelijk op die folielaagjes. Even kijken waar ik mijn daubertje heb. Zo lekker chaotisch. Ik doe weer wat lijm op mijn kraftsheetje. Ja, inderdaad, ik mag dus ik mag een zilver setje weggeven van folies, goud en een koper. Dus ik mag er in totaal 3 weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de video te delen. Openbaar heel graag. En ik zou het leuk vinden als je er als omschrijving bij zet wat je ermee gaat doen of met wie je wat gaat doen. En misschien zeg je, oh, dat is echt wat leuk voor die of die. Of daar wil ik wel samen met die en die wat mee werken. Laat het even weten. Deel even die video openbaar. Dan maken we aan het einde van de week 3 winnaars bekend. Dus dat is wel heel leuk. Om mee aan de werk te gaan. Als je met een. Ik heb bewust gekozen voor wat fijner gedetailleerd. Daar kan het dus ook gewoon mee. Ik heb hier wat grovere chipboardjes gepakt. Maar je kunt er ook dus zelf mee stansen. Chipboard kun je ook gewoon als één geheel kopen. Kun je ze zelf stansen op je stansmachine. Wat ik ga doen is eigenlijk hetzelfde wat ik net gedaan heb. Alleen in dit geval ga ik met mijn lijm eigenlijk gewoon in. Borstelen, wil ik zeggen, maar insponsen is het eigenlijk meer. Pak hier wel even iets meer lijm voor, want dat chipboard dat zuigt wel die lijm wat meer op. Lamp weer aan, goed hoor, doe ik. Oké. Ben ook benieuwd naar de doosjes, Sonja. Wat bedoel je met doosjes? Die doosje wat ik gebruikt heb? Even kijken hoor, Sonja. Ik weet niet. Ik ga even kijken of ik de chat kan teruglezen. Nou, ik weet even niet zo goed wat je precies bedoelt, maar anders hoor ik het graag. Oh, dan is de chat van YouTube weg als ik op deze manier kijk. Even kijken, zo. Goedemorgen, Jannie. Nou, ik vind dit de meest fijne lijm. Het gaat erom dat de lijm een soort plaklaag achterlaat. Daardoor hecht die folie zich erop. En ik ben erachter dat ik dit het meest fijne vind, omdat hij blijft plakken. Dus hier hoef ik niet over na te denken. Als ik hem zou wegleggen, dit, en ik doe het over een uurtje, dan blijft hij namelijk plakken. En de meeste lijmen drogen dan op en dan is het effect er niet. Dus ik vind zelf zo'n flakelijm wel erg prettig. Kijk, hij is nu weer een beetje blauwig. Zie je dat? Dat kunnen jullie nu denk ik beter zien. Dan is hij eigenlijk nog net ietsjes te nat. Zometeen wordt hij iets transparanter. Dan kun je hem wat beter gebruiken. Maar ik merk wel dat dat chipboard heel vaak erin zuigt. En het dus heel snel erin trekt. Nou, ik hoef niet alle tandwielen. Ik ga even voor deze 3. Misschien wat spijkertjes erbij. Ik spons hem gewoon in en dan zien we wel hoe ver we komen en wat we meepakken. Ik vind het in ieder geval wel een hele leuke template, die tandwieltjes. Het is wel heel leuk stoer. Nou, dan pak ik mijn goud en dat werkt dus hetzelfde, maar die heb ik al wat meer gebruikt. Dus je hebt gewoon velletjes die erin liggen en die kun je er zo afhalen en dan leg je hem erop. Kijk, en wil je wat zuiniger in gebruik zijn, dan moet je hem eventjes iets meer met zorg neerleggen. Maar ik denk altijd maar, ach, ik leg hem er gewoon op. Voorzichtig gladder opleggen. Ik druk hem een klein beetje aan en dan ga ik met een kwastje zo meteen het overtollige eraf halen. Dus ik leg hem gewoon heel voorzichtig erop. En dan, ik doe het nogmaals, vind het prettig om met mijn handen te werken, omdat ik er gevoel bij heb. Maar we adviseren toch het beste om gewoon een zacht kwastje te gebruiken om het geheel eraf te halen. En hem dan het overtollige eraf te halen, zeg maar. Dus dat ga ik nu ook maar heel keurig even doen. Het grootste gedeelte kan ik er wel alvast even afhalen. Die leg ik weer even bij mijn koper neer.
Kijk, hij pakt natuurlijk in principe nu alles wat ik ingesponst heb. Dus dat is natuurlijk ook de zijkanten. Kijk, en dit zijn dus die restjes, die gaan we gewoon weer even bewaren. Hier ligt nog lijm op, dus daar blijft hij ook op plakken. Nou, wat ik gedaan heb, is hem gewoon aangedrukt en hem eigenlijk uitgedrukt. Dus het, want het is natuurlijk chipboard. En die heb ik er eigenlijk uitgedrukt, heel voorzichtig. Zie je dat? Zo. Mijn lijm is nog een klein beetje vochtig, maar kijk, het overgedeelte, dat heb ik, kan ik dan wel gewoon met een kwastje eventjes los maken. En als je nou zegt, hier zit nog een beetje folie, waarschijnlijk heb ik hem daar dan net even niet goed met de lijm aangeduwd. Dan zou je eventueel nog een beetje folie op kunnen plakken. Moet er natuurlijk wel lijm op zitten. Kijk, en die overtollige dingetjes, die kleine onderdeeltjes, die kun je zo weer uitdrukken, hè? Want het is en blijft natuurlijk chipboard. Het is een beetje gepriegel, maar je ziet wel wat hij doet, hè? Het is inderdaad erg bling bling. En anders kan de lamp weer uit. Maar zo maak je dus heel stoer die tandwieltjes. Zie je dat? Heel leuk en makkelijk, eenvoudig om te maken. Ja, Melanie, dat zou ook zeker kunnen. Ja, alleen bestaat die natuurlijk uit hele kleine lijmbolletjes. Dus je hebt wel kans dat je dan die bolletjes terugziet in de structuur. Maar dat kan ook heel leuk zijn. Dus dat moet je even proberen. Maar je zou er wel reepjes van kunnen doen. Dan kun je ook je eigen tapejes en zo maken. Dat is wel een heel leuk idee. Maar dat chipboard heb je dus nou ja, dat zeg ik in heel veel verschillende vormen, maten, soorten en dingetjes, hè. Ik heb dan nu de tandwielen gedaan, omdat ik die zelf wel stoer vind. Maar je kunt je voorstellen, ik heb ook gewoon met kerstboompjes en engeltjes. Dus heel leuk voor je kerstkaarten te verwerken. Kijk, je drukt dat chipboard gewoon heel voorzichtig uit. En zo heb je dus heel leuk je tandwieltjes. Zie je dat? En dat heb je dus hier ook. Ja, zo kun je ook bijvoorbeeld die kleine spijkertjes nog gebruiken. Even kijken, waar heb ik een spijkertje? Hier ergens. Die kun je ook voorzichtig uitdrukken. Kijk, en dan heb je dus heel leuk die spijkertjes. Zie je dat? Dan heb je gewoon een hele leuke gouden spijker. Nou, zo is het wel een heel leuk. En dat kun je dus weer op zo'n doosje plakken. Ook dat doosje heb ik gewoon weer met goud beschilderd. Wat ik dan vervolgens gedaan heb, dat vind ik ook even leuk om te laten zien. Kijk, ik heb dat metallic gilding polish. En dat geeft ook een hele leuke goud effect. En daarmee heb ik de zijkanten een beetje stoer oud gemaakt. Dus je brengt een klein beetje van die folie, of van die folie, ik zit helemaal in de folie. Pasta eigenlijk als weer een beetje aan. Overtollig smeer je een beetje uit aan de zijkanten. En als je dit op je doosje smeert, kijk, dan krijg je heel leuk dat goud, dat er weer een beetje terugkomt van die folies. En dat kun je ook even aan de zijkanten doen. En dat maakt het wel net eventjes af, vind ik. Vind ik leuk. Normaal doe ik dat altijd met bruine stempelinkt, hè? Maar je kunt het ook met goud doen. Kijk, en zo krijg je echt een beetje het, ik weet niet, een beetje verouderend of zo. Als je er heel zachtjes overheen wrijft, kijk, dan krijg je een beetje alsof het opgeschuurd is. Kunnen jullie dat een beetje? Ja, kun je wel zien, denk ik. Dus gewoon niet te veel druk erop zetten. Gewoon heel, eigenlijk een beetje aaien. Dan krijg je ook heel leuk dat verwoesterende effect. Kijk, en dat staat natuurlijk weer stoer bij die, tandwieltjes. Ja, je moet het wel even voorzichtig uitdrukken, hoor, Lydia. Dus je moet het ook echt eventjes. Ik zou het normaal gesproken met een mesje even doen. Maar het wil prima verder. Kijk, wat ik toen gedaan heb, is dat ik weer eventjes wat aan de achterkant. Oh, mijn spijkertje. Achterkant eventjes wat lijm heb aangebracht met mijn lijmpistool. Of met mijn lijmpistool even wat dingetjes eromheen gedaan. Met dat touw, dat vond ik wel stoer. Dus dit plakt gewoon en dat doe je er gewoon even een beetje omheen draaien. Hier moet je nooit te lang over nadenken, dat moet je gewoon erop plakken.
En dan plak ik hem hier gewoon weer vast. Zo. Het maakt het net even af. Nou, leuk om te horen, Karin, dat je hem gedeeld hebt. Dan maak ik in ieder geval kans aan het einde van de week mag ik dus of een zilver of een gouden of een koper setje weggeven. Dus het is even nog een verrassing welke je wint. Nou, en zo kun je dus leuk je tandwieltjes erop plakken. Hè? Dat jij denkt, nou, zo is die stoer. Plakken we hem hier op. Kijk, je hebt hier nog wel te maken met die kleine restjes die er dan nog even afdwarrelen. Nou, die kunnen we er gewoon zo op plakken met mijn lijmpistool. Dat is het voordeel van de lijmpistool. Dan zit het in ieder geval goed vast. En die kun je er een beetje onder schuiven. En dan heb ik hier nog een heel groot tandwiel. Maar zo maak je wel in een relatief korte tijd wel leuke, stoere, bijvoorbeeld mannelijke kleine cadeautjes. Als je niet weet wat je moet geven. Ik heb er gewoon snoepjes in gedaan of je doet er een cadeaubon in. Past er ook nog in. Even kijken, heb je nog een leuke spijker? Die kunnen we dan even bij doen. Hoe makkelijk en eenvoudig het is. Dan heb je nog van die leuke washi tapejes. Dat vond ik wel leuk. Your Rock vond ik ook wel stoer. Die heb ik ook bij mijn voorbeeldje gebruikt. Die kun je er gewoon afscheuren. En dan kun je die nog leuk ergens onder verwerken. Maar dan heb je in ieder geval makkelijk een klein cadeautje. Zie? Zo heb ik hem nu hier. Maar zo had ik hem voor jullie als voorbeeld gemaakt. Nou, je kunt het natuurlijk zo druk maken als je wil. Maar het effect is wel heel leuk. Nee, dit zijn kant-en-klare doosjes, Bianca. Het zijn vergrootste lucifers doosjes, noem ik het maar eventjes. Ik heb een link bij de omschrijving boven met gebruikte materialen. Daar staat ook de link van de lucifers doosjes. Je hebt deze en je hebt één slag kleiner. Dat is echt het formaat van de lucifers doosjes. Maar toen dacht ik, ja, dat is zo klein om dat live te laten zien. Ik ga voor de grote geheel. Dus nee hoor, die kun je gewoon, die zijn gewoon te koop. Ideaal, kleurtje voorzien. Ik heb er gewoon zwarte verf op gedaan, zwarte gesso. Ik heb hier ook bewust, want normaal gesproken als je met goud werkt, adviseren ze altijd om daar met een brik kleurtje mee te werken. Dat is dit effect. De originele, zoals het hoort, zeg maar, is deze combinatie. Maar ik vond het leuk om het op zwart te doen. Dat komt ook mooi uit, vind ik. Ik vind het heel chic. Maar dit is makkelijk, toch? Ja, en dit is makkelijk en heel simpel. Dit kun je met alle leeftijden doen. Hier heb je ook verder niet te maken met gevaarlijke dingetjes of zo. En voor mannen, ja, ik vond die tandwieltjes inderdaad ook heel leuk. Zelfs mijn man zei, hey, dat is leuk voor mannenkaarten. Ik zei, ja, nou, dat is, er zitten er heel veel van die tandwieltjes. Ik zal hem even de achterkant laten zien. Tandwieltjes, schroefjes, spijkertjes, moertjes, boutjes, alles zit erop. Dus ze zijn erg leuk om. Je kunt ook gelijk makkelijk in één keer heel veel doen. Hè? Dus gewoon lijm erop aanbrengen, folie erop. En je drukt ze uit. Het kan ook andersom, maar ik vind het prettiger om het hierin te laten zitten. En dan kan ik in één keer wat meer maken. Maar het is wel heel leuk om. En ik vind dat zwart inderdaad gewoon wat chiquer staan. Ja, leuk hè? Nou, dan wil ik ook nog laten zien dat je het ook nog heel makkelijk kunt doen met een lijmpistool. Dus ik heb een lijmpistool ertussen aangezet. En als voorbeeld wat ik daarvoor gemaakt heb voor jullie is, toch maar weer even een beetje kerstgerelateerd, een leuk kerstkaartje die je kunt hangen aan of neerleggen op je cadeautje. En eigenlijk heb ik met mijn lijmpistool streepjes neergezet en heb ik daar vervolgens met de lijmpistool de streepjes op aangebracht, eventjes laten drogen. En toen het folie erop aangebracht, toen met een kwastje er weer weggehaald en klaar is Kees. Met de onderkant heb ik nog wat met, hoe heet dat, washi tape gebruikt. Nou, dan heb je dus heel makkelijk leuk een kaartje of een labeltje. Dus dat wil ik ook nog even laten zien. Daarvoor pak ik het zilver, want dan heb ik in ieder geval alle kleurtjes laten zien. Het zilverfolie. En dit is ook een hele makkelijke techniek. Maar wel heel leuk. Net weer even anders. En ben jij goed wat meer in het schrijven of iets, dan kun je met lijmpistool natuurlijk ook hele leuke tekeningen of dingetjes maken. Ik ben iets minder goed daarin, dus ik hou het gewoon op streepjes met mijn kerstboom. Dat lukt me nog wel. En dan ga ik eigenlijk met mijn lijmpistool dus gewoon streepjes maken om als het ware een kerstboompje te creëren.
door de streepjes steeds ietsjes langer te maken. Zo. Dan zou je eventjes de streepjes van de lijmrestjes nog even weg kunnen halen. Maar goed, dat zou straks eventueel ook nog kunnen. En dan pak je als het ware het folie. Je moet hem eventjes iets laten drogen hoor, want nu is die echt nog iets te nat. Dan pakt je folie niet mooi. Oeh, Sabine, ik heb eigenlijk geen idee of dit te vinden is op de Libelle Winterfair. Dat zou ik je even niet kunnen vertellen. Het is natuurlijk wel een heel specifiek product. Hè? Dus het is, en ik kan me ook voorstellen, maar dat heb ik met meerdere dingetjes, dat als je dit zo ziet liggen, dat je geen idee hebt wat je ermee moet doen. Dus daar moet je wel echt net eventjes iemand hebben die daar een demootje van vindt. Angelique, wat had je voor een vraag? Sorry, ik heb je niet, ik heb niet in de chat, dat het is best druk in de chat. Ik probeer het altijd wel goed door te lezen, maar stel je vraag nog even een keertje. Dan ga ik even kijken. Waarvoor gebruik je het flesje die ik aan het begin heb laten zien? Flesje, deze denk ik. Dit is de lijm. Dit is de lijm die ik aanbreng op het product. Zoals bijvoorbeeld om met de stencil te werken of met dat chipboard te gaan werken. Dit zorgt ervoor een plaklaagje. En dat plaklaagje dat zorgt ervoor dat het folie erop gaat hechten. En daardoor dus opplakt. Maar je kunt het ook met een lijmpistool in dit geval doen. Kijk, en dan pak ik dat folie, zilverfolie. Dat ziet er dan zo uit hè, als je dat op folietjes pakt. Oh, nou plak ik nog een beetje op mijn vingers. Nou, dat is misschien net genoeg. Laat ik het even niet doen. Maar je moet eens opletten, hè, want die lijm blijft dus kleven. Dus die blijft ook aan je vingers kleven. Ik plak er eventjes voorzichtig een velletje af. Het blijft gewoon heel fragiel. En die leg ik erop. Zo. Even iets aandrukken. En dan ga je eigenlijk het overtollige ga je dan eraf halen weer met een kwastje. Of met je vingers. Maar nogmaals, met je vingers zit toch een vetlaagje op. Dus we adviseren echt met een kwastje te werken. En dan ga je het eigenlijk het overtollige dus er weer af rullen. Nou, dat grote gedeelte kun je weer even apart leggen. Zo. Hupsakee. En het overige dat kun je er dus op deze manier afhalen. En zo krijg je dus een leuke, stoere, zilveren kerstboom. Een zacht kwastje of een zacht penseeltje. Ik heb een hier iets grotere, dat gaat misschien ietsje sneller. Maar ik ben altijd mevrouw ongeduld hierin. Kijk, en die kleine restjes dus, die kun je dus straks ook heel leuk gebruiken om te gebruiken als... alles door elkaar te gebruiken. Dus die restjes die moet je niet weggooien. Die kun je echt nog hergebruiken. Deze kleine sliertjes die komen natuurlijk van de restjes van mijn lijmpistool af. Dus even wel een gepriegel. Zo. Maar het gaat even om het idee hoe die het oppakt. Maar zie hoe leuk je dat op deze manier kan doen. Kijk, hier zitten allemaal nog restjes van de lijm. Kijk, daar blijft hij dus echt aan plakken. Zie je dat? En zo nou, heb je dus eigenlijk in de hand omdraaien leuk je kerstboompje. En die sliertjes, die krijg je er dus wel af hoor. Dat zijn gewoon de restjes van je lijmpistool. Die moet je gewoon even aftrekken. Nou ja, en dan kun je het leuk verder pumpen zoals jij het wil, hè. Kijk, ik had ervoor gekozen om nog met een leuk washi-tapeje hem even af te maken. Ik ga even blazen, niet schrikken. Kijk, en dan kun je er bijvoorbeeld, ik had nog een zilver sterretje uitgestanst. Die kun je leuk als piekje erop aanbrengen bijvoorbeeld. Nou, je kunt het nog even afwerken met een washi-tapeje. En zo maak je eigenlijk heel eenvoudig. Oh, het is inderdaad, Wilma, een ontzettend oude techniek. Mijn collega Ellie, die werkt volgens mij de hele leven al bij ons.
die zei ook al, het is inderdaad gewoon een techniek die al zo lang bestaat. Maar dat heb je met zoveel technieken. Het is juist leuk dat het allemaal weer terugkomt, vind ik. Ik kende deze techniek trouwens overigens niet. Ik heb van alles gedaan in mijn hele leven qua creativiteit, maar niet dit. Dus voor mij was het iets waar ik nog niet bekend mee was. Maar het is een techniek die inderdaad echt al heel lang bestaat. Jij zit op je mobiel bij te blazen, Sabine. Ik herken het wel. Kijk, leuk tekstje erop. En weet je, meer heb je niet nodig. Je plakt er een beetje met lijm je dingetje op vast. Heb hier zo even niet mijn eigen lijm staan. Nou, pak even mijn vleeklijmpje. Die zit natuurlijk ook nog vast. Even met mijn naaldje even voorzichtig er iets uitpakken. Het is natuurlijk ook gewoon normale lijm. Zo. Nou, dan heb je dus heel makkelijk, leuk, een kerstlabeltje die je leuk aan een cadeautje kunt hangen. Kijk, je kunt er gewoon een lintje aan hangen. En dan ben je al klaar, hè? Zoveel heeft het niet eens echt nodig. En nogmaals, die sliertjes, die kun je wegwerken. Dat zijn gewoon losse sliertjes van mijn lijmpistool. Die zijn gewoon los. Die kun je er gewoon zo af. Het gaat even meer even om het idee. Zie je dat? Die kun je er zo losmaken. Maar het is wel duidelijk wat ik bedoelde, denk ik, hè? En hier heb ik hem in het zilver gemaakt en ik heb hem hier in het goud gemaakt. En zo kun je hem leuk aan een cadeautje hangen. Als een soort labeltje. Ja, en die stukjes, die restjes die ik dus hier heb liggen, die moet je dus niet weggooien. Die kun je ook nog heel leuk gebruiken. Stel nou eventjes dat ik een achtergrond wil maken. Dat kan natuurlijk. Dan kan ik ook gewoon. Kijk, dit is allemaal lijm, hè? Dat kan ik straks wel makkelijk afhalen met een doekje hoor. Maar het is even wat gesmeer. Kijk, als ik leuke achtergronden wil maken, en daar kun je dus die restjes heel leuk bij gebruiken, dan kan dat ook. Dan pak je dus je sponsje, je daubertje weer. En dan ga ik gewoon eventjes een achtergrond maken. Gewoon niet over nadenken. Ik ga gewoon even wat strepen. Het gaat even om het idee wat ik je wil geven. Nou, je ziet dat je dus heel weinig van die lijm nodig hebt. En zodra die blauw is, moet je echt even wachten tot die echt transparant is. Maar dan zou je bijvoorbeeld met de restjes die je hebt kunt liggen. Ik wacht heel eventjes. Dan kun je daar overheen aan gaan. En dan kun je het gewoon in een potje doen. Dan heb je dus je eigen flakes. Dan maak je dus op deze manier je eigen flakes. Dat is het leuke. Tenminste, dat vind ik erg leuk om. Dus die restjes moet je niet weggooien. Die kun je gewoon gebruiken. Nou, ik ga gewoon beginnen. Kijk, ik heb hier nog een restje zilver. Nou, laat ik een klein beetje hierop plakken. En dat er weer ook weer afhalen. Want anders zie ik alleen maar zilver daar. Nou, dan pak ik nog een klein beetje goud die ik hier heb liggen. Ja, dan zeg ik, alles plakt wel, hè? Dus ook mijn vingers plakken nu eventjes. Maar het gaat er even om, even een dotje hier, klein beetje daar. Het is wel even gesmeerd, maar zo maak je wel hele leuke, zo maak je restjes op. En je maakt zo ook wel hele leuke ondergronden, achtergrondjes. Dus gewoon een klein beetje aanbrengen. Kijk, en dan heb ik hier nog een groot stuk zilver. Dan plak ik die gewoon even op het geheel. Zo. Zo kun je wel met die restjes gewoon nog hele leuke dingen doen. Gewoon plakken. Niet te veel over nadenken. En dan heb je hier nog een dingetje over. Nou, dan pak je nog. Ja, ik heb nu iets te veel zilver al gebruikt. Nou, dan pak je hier nog wat goud. Waar het nog wel wil plakken. Nou, jullie begrijpen een beetje wat ik bedoel, toch? Kijk, het overtollige, dat haal je er gewoon weer af met of. Okay. Of met een penseeltje. Maar zo kun je wel echt heel leuk achtergrondjes maken. Kijk, en als je dit nou netjes doet, of je maakt het in de vorm van een. Nou, bijvoorbeeld dat hartje of zo. Dan maak je op deze manier wel hele leuke achtergronden nog. Nou, het overtollige kun je eraf halen. Dat blaas je er gewoon af, hè? Komt u weer niet schrikken. En hij plakt alleen maar waar dus die lijm op aan kleeft. Nou ja, en dan doe je bijvoorbeeld weer een leuk tekstje. Daarom ben ik altijd wel blij met dit soort tekstjes. Hupsakee, you rock. Ja, alles zit wel eventjes onder het folie, jongens. Maar het gaat even om het idee. Kijk, en dan kun je dus ook heel leuk. En dan maak je zo een heel stoer label. Ja, het blinkt enorm, hè? Ik zou eigenlijk de lamp weer bijna uit moeten zetten.
Maar zie je dat, hoe leuk? Even mijn lamp uit, jongens, kijk. Zie je hoe gaaf dat effect dan is? Je ziet ook wel heel duidelijk zo de dingetjes. Je zit in het wachten, in de kijken in de wachtkamer van de tandarts. Nou, Darnia, succes. Ja, ik ga nog, oh, inderdaad. Oh ja, dat is heel goed. Dankjewel. Ik ga even, daar moet ik wel eventjes even van mijn plekje af. Ik moet even pakken dan, ja? Bedenk me dan ook, ja, dan moet ik natuurlijk ook iets van de stempel hebben nog, hè? Dus die ga ik eventjes, die heb ik even gepakt. Dat is even iets wat me als eerste in mijn handen terecht kwam. Even een heel groot acrylblok, heb ik nog iets kleiners, ja. Zo, Versamark. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. We gaan het meemaken. Ik druk hem af. Zo, dat zie je eigenlijk niet, hè? Nou, ik denk dat we wel heel even iets moeten wachten, anders ben ik bang dat mijn stempeltje, zeg maar... Kijk, ik heb natuurlijk nu ook niet het ideale stempeltje natuurlijk, hè? Want deze is natuurlijk best wel gedetailleerd. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik heb hier nog een stukje koper. En ik heb hier nog een stukje zilver. Nee, dit plakt verder niet. Nee, zie, dat geeft geen lijmplaklaagje. Nee, dus dit gaat niet werken. Nee. Nee, dat heeft dus echt wel een kleverig laag. Wat ik wel kan doen, bedenk ik me nu, is dat ik met die lijm aan ga brengen op mijn stempel. Moet je die stempel daarna uiteraard wel weer goed gaan schoonmaken. Maar dit principe kan wel. Dus dat ik wel gewoon met die flakelijm ga werken. En dat ik hem dan afdruk. Ik zal even de achterkant pakken. Zo. Deze manier, want je hebt toch iets meer nodig dan alleen maar een plaklaag. Je hebt echt dus wel een lijmlaagje nodig. Ik denk als ik nu dit principe ga toepassen, dat het wel wil. Ja, normaal moet het dus eventjes met een kwastje. Het is nu even gesmeerd natuurlijk, maar... En dan heb ik ook wel een heel fijn gedetailleerd stempeltje gekozen. Maar dit werkt wel. Maar ik zou hier dan wel een wat grovere stempel voor gebruiken. Zie je dat? Maar dit principe, dat kan wel. Nou, je ziet er wel weer iets een takje in, hè? Maar dit is natuurlijk even snel. Maar deze looptechniek werkt wel. Doordat je er gewoon mee gaat stempelen. Dus je kunt het ook met stempels. Maar ik zou dan een wat grovere stempel kiezen. Als je hiermee wil werken. Maar je hebt dus echt wel een lijm nodig. Zie je dat? Nou, je ziet wel het idee, hè? Het is allemaal bling bling nu. Hè? Ja, en een zooitje. Dus het is, pak dit zo meteen vast. Leg het even in een bakje. Dan maak je je eigen gekleurde, gemelanceerde folietjes van. Want het is zonde om weg te doen. Want je kunt het echt nog gebruiken. En daarmee maak je dus ook wel heel leuk nieuwe achtergrondjes. Dus gewoon lekker kliederen. Wel duidelijk, denk ik, hè? Dus je moet een lijm hebben. Je moet een lijm hebben die een plaklaagje. Echt een plaklaag afneemt. Want hij moet zich er wel aan hechten. Dat is belangrijk. Dus nou ja, je ziet het principe, dat kan. Je kunt dat dus ook met een stencil doen. Dat heb ik in het begin van de uitzending gedaan. Dus een stencil. Nou, die hebben we allemaal wel in huis, zeg maar. Ik heb dan toevallig nu met een hartje gedaan. Dan krijg je dus dat idee. Die heb ik ook in andere kleurtjes nog gemaakt. En die heb ik ook vandaag in het koper gemaakt. Zie, die koper is ook wel heel erg mooi van kleur, vind ik. En ik heb hem nog in de vorm van een kerstboompje gedaan. Dus de kerstboom is ook gewoon een stencil met de lijm aangebracht. Folie erop, overtollige eraf gehaald. En dan heb je dit resultaat. Je kunt het dus ook heel leuk doen op chipboard. Dus dat is eigenlijk van dat hard karton eigenlijk laagje. Daar kun je ook heel leuk mee stansen. Dit zijn al stansen die voorgestanst zijn. Dus dit zijn kerstboompjes met engeltjes. Ik heb in de live laten zien dat ik het gedaan heb met de... hoe noem je die dingen nou? Radartjes, de...
tandwielen van chipboard. Nou, die heb ik ook bewerkt met de lijmfolie eroverheen. Dan krijg je dus dit effect. Vind ik zelf ook ontzettend leuk. En dan kan het ook nog met de lijmpistool. Streepjes gemaakt met het lijmpistool. Die zet ik ondertussen even uit. En dat heb ik ook met goud en met zilver. Zo kun je ook heel leuk nog je cadeaulabeltjes maken voor de kerst bijvoorbeeld. Of sowieso cadeaulabeltjes. Maak er een hartje van. Dan heb je weer een leuke ander thema. En je kunt er ook het overtollige. Al die kleine restjes die je overhoudt van het folie. Kun je ook nog heel leuk eigen achtergronden maken. En dan ziet dat er zo uit. En het structuur wat je trouwens hier tussen ziet. Dat komt omdat het kartstok waar ik mee gewerkt heb de structuur heeft. Zie je dat die structuur ook terugkomt als je goed kijkt? Dat is wel heel leuk. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik ben benieuwd. Ik heb een link met de producten die ik gebruikt heb in deze live-uitzending. Kun je terugvinden in de omschrijving van de video, zowel op Facebook als bij YouTube. Ik heb gebruik gemaakt van deze lijm. Ik vind dit echt de beste lijm. En dat is de Cosmic Shimmer Flake & Glitter Glue. En dat is echt een lijm die langdurig een plaklaag heeft. Dus stel dat ik nu ga sponsen en ik ga over een uur er pas mee werken, kan dat prima, want deze lijmblaaf blijft een plaklaag achterhouden. Dat is het voordeel van deze lijm. Ook die vind je trouwens in de omschrijving, in de link hierboven. Ja, je hebt er superveel mogelijkheden mee. En het is alleen een beetje gesmeerd. Dat geef ik toe. Je vingers komen er ook een beetje zo uitzien. Maar het effect is superleuk. En ik hou nou eenmaal van bling bling. Nou, volgens mij de meeste kijkers ook wel. Dus je maakt daar heel snel een leuk cadeautje van. Dat was eigenlijk een beetje de doelstelling. Het heeft niet veel nodig. Het is heel eenvoudig. Iedereen kan dit. Maar de techniek is zo leuk om toch even extra op aan te voortduren. Kun je de potjesvleek daar ook voor gebruiken? Ja hoor, zeker. Ja, dit is alleen kant en klaar. Hier kun je grotere oppervlaktes mee maken en heb je één kleur. Potjesvleek bestaat altijd uit meerdere kleuren en krijg je dus ook meer dit effect. Terwijl je met deze folievelletjes, en ze zijn echt niet duur, het zitten 25 velletjes in voor 6,95. Het voordeel is, je hebt dan gewoon één strakke kleur. Dus je kunt egale dingen ermee maken. En met de restjes kun je alsnog als een soort vleek gebruiken. Dus dat is, want ik gebruik deze dingen wat hier nog staat, dat zien jullie niet. Maar ik heb hier nog allemaal restjes liggen, dat zien jullie hier wel. Die stop ik zo meteen allemaal in een potje en dan heb ik weer gemêleerde flakes. Maar wil ik alleen met zilver werken, kan ik met die blaadjes dus gewoon ook alleen zilver pakken. Dat vind ik het weer het voordeel van de blaadjes. Graag gedaan, Renate. Leuk. Ik ben ook blij dat jullie het leuk vonden. Ik zeg heel graag tot volgende week. Maandag ben ik er weer. Mocht je de uitzending al terugkijken en heb je nog een vraag, tag me eventjes erin. Of stuur even een bericht via de Messenger. Dat kan uiteraard ook. Dan probeer ik daar nog op te beantwoorden. En anders zeg ik heel graag tot volgende week. Want dan zijn we er gewoon weer 9:30. Yes, dankjewel voor het kijken. Doeg!